Meer dan 2300 leden van de Surinaamse politiebond, SPB, hebben vandaag gestemd op een kandidatenlijst voor een nieuw bestuur. De verkiezing is vanmorgen 7 uur begonnen en gaat door tot 7 uur vanavond. Naar zeggen van de verkiezingscommissie onder leiding van hoofdinspecteur Rudy Steinberg zijn de voorbereidingen goed verlopen en is de commissie vertegenwoordigd op alle posten waar er een stembus is geplaatst. De belangstelling om de leiding van de bond over te nemen is groot. Liefst 6 kandidaten besturen doen mee aan de verkiezing die aangevoerd worden door Oscar Ter Borg, Humphrey Naarden, Raoul Hellings, Sjors Ranjit Singh, Frederik Boudewijn en Lothar Biervliet. Hellings van de vernieuwingsbeweging Surinaamse Politiebond is positief gestemd. Hij verwacht dat zijn groep met de overwinning vandoor zal gaan. Het hele traject naar de verkiezingen toe heeft hij als enerverend ervaren. Er is op den duur zoveel tijd ingestopt dat je bepaalde dingen bent gaan verwaarlozen. En wanneer je zo hard gewerkt hebt, dan kijk je gevoel terug met een content gevoel. Weet je, ongeacht de uitslag, weet je, ben je toch blij dat er mensen zijn die aangeven dat ze dat vertrouwen in je hebben. En dat stelt heel erg goed. Er zijn 6 lijsten. Had je verwacht dat er zoveel lijsten zouden zijn? Nou, in eerste instantie niet hoor. Weet je, we dachten van het worden 2 of 3 lijsten. Maar ja, toen die 6 lijsten zich aandienden, toen was het toch wel even opkijken, verbaasd opkijken. Maar naarmate die tijd is gaan vorderen, hebben we dat dus, zoals het behoort in de democratie, weet je, hebben we dat geaccepteerd. En het is op den duur wel voordelig uitgekomen voor de vernieuwingsbeweging. Omdat we weten dat we een harde kern en een vaste kern hebben. En dat mocht er iets anders gaan, dat partijen alleen van zichzelf gaan snoepen. Dus voor de VNB is gewoon dat we alleen maar groter kunnen worden. Hoe ziet de dag voor jou eruit vandaag? Nou, ik ben hier. En een beetje het voorwerk is al gedaan. Dus nu is het gewoon een beetje luchtig bezig zijn. Eventuele zwevende kiezer alsnog proberen te overhalen om op de vernieuwingsbeweging te zitten. Maar voor het overige zal mijn dag zich hier afspelen. Tot en met het einde van de verkiezing en na de telling. En hopelijk met de vernieuwingsbeweging als winnaar uit de bus. Aldus Raoul Hellings, hij is trekker van de vernieuwingsbeweging Surinaamse Politiebond. Meer dan 2300 leden van de Surinaamse Politiebond, SPB, hebben vandaag hun stem uitgebracht op een kandidatenlijst voor een nieuw bestuur. Helaas was het huidig bestuur van de bond niet bereikbaar voor een reactie omtrent het stemgebeuren. De telling van de uitgebrachte stemmen zal vanaf 9 uur vanavond plaatsvinden en wel in de Politie Academy.